20 teams deden daarmee aan de 6e dorpsquiz in Reek. Wederom kraakten de hersenen en waren er uitroepen van, oh ja. Voor heel even bestond de rest van de wereld niet meer voor de deelnemers. Team nummer 2 zijn jullie. Goed gedaan. Team zal op de plekjes op de tafel. Had ik heel leuk gevonden als het uitziet. Ikon uit de Formule 1 wereld was overleden. Wat was zijn volledige naam? Wat is de naam van de circuit waar hij in 1976 ternauwernood een zware crash overleed? En vraag 7C. Hoeveel wereldkampioenschappen heeft hij gewonnen? Miriam, van welke top Steven af op een faillissement? Wat is het lievelingsdier van Bert? Is Bert alweer? En wat verzamelt Bert? En 3C, wat is het lievelingsspeelgoed van Ernie? Die gooien we er nou wel door het room. Veertjes. Moet je veertjes pakken. Plakken we de veertjes erin. 2, 1, 2. Ja, wat zeg! Ja, ik ben al op! Au! 1-30. Marco, dan valt het. Zijn jullie team de keuring? 42-9! Van welke componisten zijn de volgende muziekstukken? Ik ben niet
En welke juffrouw heeft 40 jaar lesgegeven aan de kleuters? Voor- en achternaam. Rekenaars onder ons. Een vaas bespat 200 rode en 800 zwarte knikkers. Elke keer wordt er blindelings één knikker uit de vaas genomen en niet teruggelegd. Wat is de kans dat de laatste knikker een rode knikker is? Om 3:00 begint de prijsuitreiking met een kermismatinee. Muziekvereniging Semper Crescendo zal optreden. Het wordt heel gezellig. Ik zie jullie allemaal om 3:00. Zondag weer terug in ieder geval. Dankjewel. De Rikse Quiz 2019 is gewonnen door Rik Zwolle! Ik zie wel een klein beetje verbijstering bij de andere teams weer.